Hallo allemaal, het is eindelijk zover. Niet alleen een nieuwe Zelda-game, maar na meer dan 30 jaar speelt Zelda eindelijk de hoofdrol in haar eigen legende. Hoewel ze al lang geen jonkvrouw in nood meer was, bleef haar lot tot nu toe in handen van de held van het verhaal, Link. Maar in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom worden de rollen omgedraaid. De prinses is nu de held, terwijl Link weliswaar geen klassieke jonkvrouw in nood moet worden gered. Het geeft een verfrissende draai aan de klassieke rolverdeling, maar bovenal is dit een creatieve en aangename puzzelgame die Zelda terecht in de schijnwerpers zet. Het avontuur begint zoals je misschien zou verwachten. Zelda zit opgesloten in een kerker en Link is onderweg om haar te bevrijden. Maar het loopt al snel mis. Nadat Link Ganon ogenschijnlijk heeft verslagen, scheurt de grond onder zijn voeten open en valt hij in een mysterieuze kloof. Tot overmaat van ramp worden de koning en zijn raadgevers opgeslokt door een duistere kracht en vervangen door kwaadaardige dubbelgangers. En vanaf dat moment ligt het lot van Hyrule in de handen van Zelda. Gelukkig krijgt de prinses hulp van Try, een mysterieus wezen dat de scheuren in de wereld kan herstellen en haar helpt om zich een weg te banen door een door monsters geteisterd Hyrule. Waar Link zijn vertrouwde zwaard heeft, krijgt Zelda in Echoes of Wisdom een gloednieuw speeltje, Try's staf. In plaats van een traditioneel wapen is Try's staf een creatieve toolkit waarmee Zelda echo's kan oproepen van eerder gekopieerde objecten en zelfs monsters. Het arsenaal aan voorwerpen en wezens dat je al snel verzamelt, kun je dan strategisch inzetten om monsters te verslaan of puzzels uit te dokteren. Try's staf moedigt je bovendien aan om creatief te zijn. Puzzels kun je namelijk op meerdere manieren oplossen, vooral naarmate je meer echo's verzamelt. Moet je een hoge berg beklimmen, dan kun je een ingenieuze stapel van tafels en dozen bouwen. Of wat dacht je van waterblokken opstapelen en omhoog zwemmen? Word je aangevallen door monsters, dan roep je een zwerm kies op om voor je te vechten terwijl je achter een echo van een boom schuilt. De mogelijkheden lijken dus eindeloos. Toch kan Zelda niet altijd achter echo's schuilen. Soms moet ze zelf de handen uit de mouwen steken. In zwaardvechtersvorm krijgt Zelda alle krachten die Link normaal heeft. Maar let op, de krachten in deze vorm zijn tijdelijk. Zodra de timer afloopt, verdwijnen de zwaardvechtvaardigheden dus en moet je weer terugvallen op Try's staf. Hoewel het een logische keuze is om Zelda een melee-aanval te geven, ondermijnt het feit dat ze daarvoor letterlijk in Link verandert haar rol als heldin, omdat het lijkt alsof ze nog steeds op de een of andere manier door Link moet worden gered. Echoes of Wisdom blijft trouw aan veel klassieke Zelda-elementen, zij het met een frisse eigen twist. Zo heeft de game dezelfde visuele stijl als de Link's Awakening remake. Die stijl komt vooral tot zijn recht in de verlaten wereld, de plek waar je terechtkomt als je een scheur inspringt. Gebroken stukken van Hyrule zweven daar in het rond alsof een wereldbol in stukken is gevallen. De perfecte speelplaats om alle verzamelde echo's uit te proberen. Ook andere bekende elementen komen voorbij, zoals thematische kerkers, unieke eindbazen en bekende items, zoals de pijl en boog en bommen. In de traditie van de twee recentste games in de reeks ligt Hyrule bovendien aan je voeten en met wat slim stapelwerk van tafels en dozen kun je de hoogste toppen bereiken. Maar is dat de moeite waard? Ja en nee. Enerzijds doet Nintendo zijn best om de wereld niet leeg te laten voelen. Zo kun je in afgelegen hoeken stempels verzamelen en kleine spelletjes en puzzels vinden, vergelijkbaar met de Koroks uit eerdere Zelda-games. Anderzijds is het teleurstellend wanneer je na 20 minuten puzzelen met echo's uiteindelijk niets bijzonders vindt. De speelse en unieke interpretatie van de reeks is dus een schot in de roos, maar de invulling van de wereld zelf laat te wensen over. Daarnaast worstelt The Legend of Zelda Echoes of Wisdom met het balanceren van de moeilijkheidsgraad. In het eerste deel van de game maak je stapsgewijs, en dat zonder te veel denkwerk, vooruitgang. Voor jongere spelers is dat zeker de moeite, terwijl spelers met puzzelgame-ervaring onmiddellijk meer willen kunnen doen. En later vindt echter het omgekeerde probleem plaats, want voor Clara, onze reviewer van dienst, was het niet altijd duidelijk naar welke oplossing het spel haar probeerde te sturen. Soms moest ze een puzzel opgeven en later terugkeren met nieuwe echo's om de oplossing te vinden, of ontdekte ze dat ze simpelweg de juiste echo al had, maar die gewoon vergeten was. Als je Breath of the Wild of Tears of the Kingdom hebt gespeeld, zal het probleem je bekend voorkomen. Het menu om echo's te kiezen werkt op dezelfde logge manier als in die games. Naarmate je steeds meer echo's verzamelt, wordt het lineaire menusysteem enorm onhandig en frustrerend.
Daardoor ben je minder geneigd om nieuwe echo's uit te proberen of pauzeer je de actie te vaak om een menu te doorzoeken. Ondanks die opmerkingen geeft The Legend of Zelda Echoes of Wisdom een frisse draai aan de serie met Zelda eindelijk in de schijnwerpers. De toevoeging van Tri's staf zorgt voor creatieve gameplay, duidelijk geïnspireerd door moderne titels zoals Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Hoewel de game traag op gang komt en het menusysteem soms frustrerend is, is het een plezier om als Zelda zelf op avontuur te gaan. Haar unieke vaardigheden zorgen voor een nieuwe ervaring, terwijl de game tegelijk trouw blijft aan de kern van de serie. Het is geen klassieke Zelda-ervaring, maar iets nieuws en fris. Perfect voor onze geliefde prinses. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, beschikbaar sinds 26 september 2024 voor Nintendo Switch. Zelda moest er veel geduld voor uitoefenen, maar haar debuut als hoofdrolspeelster is een feit. Iets voor jullie, of wachten jullie tot Link terug uit die kloof kruipt en het estafettestokje overneemt? Deel het met ons in de comments. En die geslaagde hoofdrol van Zelda, die verdient een likeje op de video en een abonnement op ons kanaal, denk ik zo. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie en onze geschreven review van The Legend of Zelda Echoes of Wisdom kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.